allemaal. Ik zit in de auto. Ik heb net de auto volgetankt. Althans, volgetankt. Volgens mij best wel wat. Ik ben namelijk onderweg naar Veldhoven voor Udo en Dumpstars. Ja, in Veldhoven. Meer dan dat kan ik ook niet zeggen. Ik zou eigenlijk iets eerder weggaan. En met iets eerder bedoelde ik eigenlijk 9 uur. Alleen dat is niet echt helemaal gelukt. Het was heel leuk in mijn gedachten en in mijn planning en gaan ze maar door. Maar aangezien wij gisteravond tot best wel laat moesten trainen en ik best wel laat ook thuis was en ik helemaal gesloopt was, dacht ik van hey, pak ook even wat uurtjes meer. Ik had wel mijn wekker gezet om 7:15. 8 uur misschien zelfs. Maar ik heb hem de hele tijd lopen snoezen en ik dacht van ja, weet je, laat maar. Ik ga wel gewoon even wat later onderweg. En dat maakt op zich niet heel veel uit, want ik kom nu even laat aan als dat de teams van bijvoorbeeld Rebecca beginnen. Eentje mis ik dan en een paar solo's en zo mis ik dan ook. Maar ja, dan heb ik nog een heel wat duo's en solo's en teams heb ik überhaupt, kan ik nog zien. Ik ben alweer veel te lang aan het lullen. Maar vandaag en morgen dus een vlogmas met Udo. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Het is voor mij ook de allereerste keer dat ik naar Udo ga na het wereldkampioenschap. Dus dat is 3-4 maand. Augustus, september, oktober, november. Ja, 4 maand. Dus we zijn onderweg. En het is 1,5 uur, een kleine 1,5 uur. Het is 1 uur en 20 minuten. Ik rond altijd alles af. Dus let's go. En dan zie ik jullie als het goed is daar. Eindelijk. Na 2 uur ben ik in Veldhoven, jongens. Wow, wat is met mijn haar gebeurd, joh. Na 2 uur ben ik eindelijk in Veldhoven. Ik heb heel wat file gehad. Maar ook echt heel wat file. We zijn er, godzijdank. Ik weet niet of ik al had gezegd. Ik zou eigenlijk vandaag foto's maken. Ik ga dat lekker morgen doen. Zodat ik vandaag gewoon even weer de wedstrijdervaringen kan opdoen. Ik denk dat je het ook wel hoort. Het regent echt tafels hard. En ik heb heel veel spierpijn in mijn hele lichaam van de training van gisteren. Nou, we gaan. Kijk eens aan alle vlaggen van Dumpstars. Alle vlaggen van Udo hier. Oh, ik ben zo benieuwd hoe ze dit met 2 dingen in 1 willen doen. Want Dumpstars is dus ook vandaag. En Udo dus ook. En allebei op dezelfde locatie. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ga even gauw mijn ticket pakken en dan gaan we lekker naar binnen. En dan gaan we Rebecca en weet ik veel wie allemaal gaan we opzoeken. We zijn in de zaal. Het is zo druk hier. Niet normaal. Let's go, alles geven! Oh, oh, oh. Hey. Hey. Het eerste team is net geweest. De duo's waren ook al geweest, alleen volgens mij niet door. En ik wacht nu even op de categorie waar Junior ook is. Want ga ik even bekoekeloeren. En hoe goed ze allemaal zijn. Ik moet wel zeggen, er zijn heel veel teams uit buiten Nederland. Dus dat wordt wel dit seizoen. Hey, vlog van Kim. Goedemorgen. Kim is naar Udo. En ondertussen ben ik kleding aan het halen. Ik neem jullie graag mee. Wat leuk. Ik wil dus van de skinny jeans af. Deze is weer te breed. Niet kijken. Ik denk het is wel prima, maar 1 maat minder breed. Dat ziet er wel beter uit. En hetzelfde met deze. Moet weer even 1 maat minder breed. Lengte is wel goed. Deze vind ik wel leuk. Als hij minder breed is. Dan is hij wel prima. En een andere trui. Deze vind ik wel leuk. Deze ken ik al, deze trui. Dus die gaat sowieso niet mee. Plus hij is gewoon wat duur. Maar deze trui is wel leuk. Ik had trouwens ook nog een cargo gepast. Maar die was echt te groot. Ik moet van alle broeken een maatje kleiner pakken. Volgende ronde. Die zit stukken dicht. Hij zit ook gewoon lekker. Het is hem. Kijk naar de outfit à la Kim. Kool vind ik wat minder. Deze broek van maatje groter, want ik kan eruit scheuren. Dat is wel een leuk jasje. Ja? Of je nog zo zitten? Ik heb heel veel zin om Fearless te zien. Ja, ik ook. Maar dat duurt nog even. Duurt nog 1,5 uur of zo, toch? Dat is laat. Ja, nogal. Ondertussen even bij Dumpstars gekeken, want dat zit hier dus ook bij. En nu gaan we weer terug naar
Edo, het is nu een beetje wachten, want de volgende categorie van team is pas om rond 4 uur. Dus dat is bijna. Oh, we zijn bezig met de uitreiking. Dus het is even allemaal heel erg wachten en gaat er maar door. Morgen wordt het wel een stuk leuker, aangezien ik dan foto's ga maken. En Rebecca moet zelf ook. Dus dat wordt sowieso veel leuker dan vandaag. Zaterdag is altijd een beetje heel veel wachten en kijken. Ga ze maar door. Ik was even in mijn element. Dat was eng! Dit is hier het rugbrand. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik heb volgens mij heel veel gefilmd. Maar het was ook echt vooral voor mij. Gewoon wachten. Ik heb een parkeerticket. Ik ga lekker naar huis. Ik ben lekker op tijd thuis dan. Morgen ga ik iets later. Omdat het anders gewoon niet te doen is. En ik wil gewoon heel graag de quad, het team van Rebecca en de supercrew van Rebecca wil ik zien. En die zijn letterlijk allemaal op het einde. Dus ik ga nu lekker naar huis. Ik ga lekker zo meteen deze vlog editen. Want ik denk dat ik ook niet meer heel veel ga doen vanavond. Jeff die moet nog wel vanavond weg. Hij moet draaien in huizen namelijk. Maar verder, ik blijf lekker thuis. Lekker opwarmen, want het is echt hartstikke koud hier. Maar goed, we gaan nu lekker onderweg naar de auto. En ik heb trouwens helemaal niet meer dit laten zien. Oh, wat erg jongens. 1 hour later. Nee, stop er nou. Zo werkt dit niet. Dit is Kim. Dus het doet niet aardig tegen mij vandaag. Dus dit is Kim. En Kim is niet aardig vandaag. Wat? In editen? Nee, wacht nou. Hallo, ik ben Kim. Hallo, wie heeft die? Ik zo werkt het. Het is content. Oh, wat? Kijk, voet. Nee, dat is content. Ik ben het minuut aan het bouwen, ja? Wordt die wat langer? Ik ben zo. Zo leuk voordat ik stond. Dat is een heel ander liedje. Ik heb geen ander gekend, zo. Je kent hem niet verder, hè? Jij bent zo. Je moet mijn ander knop. Je vraagt of ik heb zin heb in een sigaret. Je zit met 2 mannen. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed. Wat vind ik zo pret? Een frikandel, een kroket. Ik ga naar bed. Er moet nog een zin tussen. Oh, dat hoorde erbij. Het is goed, we zijn echt goede artiesten. Ik wil een liedje maken, jongens. Leuk voor een video van Kim. Ik en Kim samen muziek maken. Dan krijgen we zo'n Lin en nog een Wesley verhaal. Dit is Wesley en Lin. En je ogen. Oh. Hebben ze zelfs tongtekst? Maar ik durf niet, durf ik naar je toe, dat je mij ziet, je staat in de verte. Oh, dit is echt top content, jongens. Zo maak je dus leuke content, Kim. In mijn oude jas. Volgende pas. Er zit 2 motten. In mijn oude jas. Die wonen daar pas. Wonen daar pas. Heb jij? Jas in mijn oude jas. Prr. Hebben we allemaal van Tegen Grey wel? Jongen, kont heeft best.